vriendelijkheid en beleefdheid als angstlabel. Hoe is vriendelijkheid een angstlabel? Vriendelijkheid en beleefdheid, en ik spreek nu vanuit ervaring, komen eigenlijk vanuit mijn kindertijd, waarin dat vriendelijkheid en beleefdheid woordjes zijn die over het algemeen gebruikt geweest zijn door mijn ouders en mijn leerkrachten. En mijn familie in het algemeen, mijn grootouders en mijn ouders. En vooral in termen van je moet een beetje vriendelijker zijn, je moet beleefder zijn. En ook een zin die vaak gezegd werd tegen mij was, zeg een beetje vriendelijker, hè? Zeg een beetje beleefder, hè? Zeg, je mocht wel wat vriendelijker zijn tegen de mensen. Of tegen je ouders, of tegen wie dan ook. Tegen de leerkracht. Dus, en ik heb dat altijd eigenlijk maar aanvaard. Zo van, oké, ik moet vriendelijk zijn. Oké, ik moet beleefd zijn. Dat is nu eenmaal zo. Dat zijn de beleefdheidsvormen. Dat zijn de regeltjes. De gedragsregels. En iedereen moet zich daaraan houden. En zelfs tot op het punt dat ik nu ook, als ik mensen tegenkom die ik niet ken, op straat of in de winkel, en like, iemand glimlacht niet naar mij, bijvoorbeeld, omdat ik heb geleerd dat ik moet glimlachen uit beleefdheid en uit vriendelijkheid naar de mensen, dat ik moet mensen laten voorgaan, dat ik alsjeblieft moet zeggen, dank u wel moet zeggen als beleefdheidsvormen. Dus nu heb ik het gevoel van, als mensen dat niet doen tegenover mij, reageer ik zelfs met woede. Reageer ik zelfs in mezelf van, zeg, je mocht wel een beetje beleefder zijn, hè? Je mocht wel een beetje vriendelijker zijn, hè? Dus eigenlijk reageer ik op dezelfde manier als hoe mijn ouders vroeger tegen mij reageerden, toen ik mij nog niet hield aan die beleefdheidsvormen en, you know, vriendelijkheid en zo. Dus dat is eigenlijk de mate waarin ik mezelf heb toegestaan, compleet gebrainwashed en geprogrammeerd te worden door dat hele concept van beleefdheidsvormen. Maar zonder eigenlijk zelfs echt precies te weten, wat zijn beleefdheidsvormen nu eigenlijk? Wat is vriendelijkheid bijvoorbeeld? Omdat, bijvoorbeeld als ik terugkijk op mijn kindertijd en de situaties waarin mijn ouders of mijn leerkrachten zo'n termen tegenover mij hebben gebruikt, waarin dat zij tegen mij expliciet hebben gezegd van, je moet wel vriendelijker zijn tegen de mensen en je moet beleefder zijn en of je bent onvriendelijk en stop daarmee. Dat waren eigenlijk vaak situaties waarin ik bijvoorbeeld eender wat zij dat niet overeenkwam met wat mijn ouders zeiden. Dus van het moment dat ik eigenlijk iets zei dat niet in overeenkomst en overeenstemming was met wat mijn ouders en mijn leerkrachten te zeggen hadden, dan was ik onmiddellijk al onbeleefd. Bijvoorbeeld als ik zou zeggen tegen mijn ouders van, nee, zij zeggen iets tegen mij of ze vragen iets aan mij van, Kim, wilt je dat eens doen? Of ja, ze geven mij een bevel of ze vragen iets aan mij en ik zeg nee, dan is dat onmiddellijk al onvriendelijkheid en dat is onmiddellijk al onbeleefdheid. Dus, en ik heb dat eigenlijk altijd al aangenomen als normaal en dat zijn nu eenmaal, ik heb dat gewoon aangenomen zo, die vorm van vriendelijkheid en ik moet vriendelijk zijn enzovoort, zonder eigenlijk ooit stil te staan bij het besef en de realisatie en het feit dat eigenlijk vriendelijkheid en beleefdheid eigenlijk altijd termen geweest zijn die mijn omgeving hebben gebruikt tegenover mij om hun zin te krijgen. Om ervoor te zorgen dat ik altijd akkoord zou gaan met hen en dat ik altijd zou mij aanpassen aan wat zij allemaal zeggen en aan hun expressie en aan hun wil eigenlijk. Omdat van het minste dat ik nog maar durfde niet akkoord gaan met wat mijn ouders zeiden, was ik onmiddellijk al onvriendelijk. Dus, want allee, ja, vriendelijkheid op zich, wat zijn vrienden? Dat zijn mensen die akkoord gaan met elkaar. Vrienden zijn mensen die eigenlijk samenkomen op basis van dezelfde opinies, dezelfde meningen, dezelfde kijk op het leven enzovoort. Dus uiteraard, onvriendelijkheid betekent niet akkoord gaan. En het absurde aan die situatie is eigenlijk dat het woord onvriendelijkheid werd mij aangeleerd als iets heel slecht en iets heel erg. Het is heel, heel slecht en heel erg om onvriendelijk te zijn. Zo slecht zelfs dat je naar de hel
kunt gaan. Precies, omdat vriendelijkheid en beleefdheid, dat zijn nu eenmaal de basis sociale gedragsvormen. Iedereen moet vriendelijk zijn tegen elkaar. En wat wil dat zeggen? Iedereen moet akkoord gaan met elkaar. Dus van het moment dat ik... Allee, wat er dus heeft voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld heel veel angst heb. Dat ik mijn hele leven al heel veel angst heb gehad om niet akkoord te gaan met iemand. Om eigenlijk tegen iemand te zeggen van, nee, dat is niet waar. Dat is niet zo. Waardoor ik automatisch eigenlijk altijd al gewoon akkoord ben gegaan met iedereen. Van altijd ja knikken en zeggen van, ja, je hebt gelijk. Ook al zonder zelfs stil te staan bij wat die persoon zegt, gewoon om vriendelijk te zijn. Gewoon uit vriendelijkheid. Ja, je hebt gelijk. Gewoon het puur uit angst om onvriendelijk te zijn. Omdat ik ook nooit heb stilgestaan bij wat onvriendelijkheid eigenlijk betekent. En wat die termen nu eigenlijk... Ja, wat erachter zit. Omdat mijn ouders dat altijd dat zo vaak hebben gebruikt tegenover mij. Mijn ouders hebben die termen van vriendelijkheid en beleefdheid zo vaak gebruikt. Dat ik dat zomaar ben gaan aannemen als de waarheid. Het zal wel zo zijn. Puur uit angst. Zonder eigenlijk ooit te beseffen dat in feite vriendelijkheid en beleefdheid zijn letterlijk woordjes die autoriteitsfiguren zoals ouders en leerkrachten in de beginfase van het opgroeien van het kind, het opgroeiende kind, die dus ouders en leerkrachten gebruiken om het kind te manipuleren, zodat het kind altijd gewoon de zin van de ouders en de leerkrachten zal doen, aangezien vriendelijkheid en beleefdheid betekent dat je gewoon akkoord moet gaan met alles wat je omgeving tegen je zegt. Je moet volgen, je moet meegaand zijn, je moet ja knikken, je moet glimlachen, je moet akkoord gaan met alles wat er gezegd wordt. En van het moment dat je niet akkoord gaat, dan ben je onbeleefd en onvriendelijk. Want de mensen voelen zich daar niet goed bij. Dat is toch uiteindelijk wat onvriendelijkheid en onbeleefdheid betekent. Namelijk, de mensen voelen zich daar niet goed bij. De mensen voelen zich gekwetst in hun gevoelens, dus jij bent onbeleefd en onvriendelijk. I mean, en dat is eigenlijk de complete absurde natuur van onze hele gedragsvormen en onze hele sociale interactie. Omdat, ik vooral gemeen dan nu, hoe dat ik opgevoed geweest ben en mijn ervaring van mijn opvoeding en hoe ik eigenlijk mijn hele leven al in feite in interactie heb gestaan met mensen, is van eigenlijk gewoon mezelf niet meer durven zijn. Dat gewoon mensen zichzelf niet meer durven zijn, omdat ze constant met elkaar akkoord gaan. Als ik dan mijn opvoeding zou verder trekken naar de mensheid. En bedoel, dat zou toch echt wel een enorm probleem creëren, aangezien niemand dan echt meer werkelijk zichzelf is. Omdat we allemaal proberen vriendelijk te zijn, dus we durven gewoon niet meer met elkaar akkoord gaan. Dus dat is eigenlijk met andere woorden leugenachtigheid en akkoord gaan met elkaars leugenachtigheid. En dat is wat er eigenlijk gebeurt in conversaties, is dat mensen eigenlijk vaak gewoon maar uit hun nek staan te lullen, van alles zeggen, bla 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 bla, en iedereen staat maar te glimlachen, ja ja, je hebt gelijk, dat is zo, ja ja ja. Als dus die initiële reactie van gewoon vriendelijk willen zijn, gewoon beleefd willen zijn, en dan maar akkoord gaan met iedereen. En niet te durven zeggen van, maar je staat hier gewoon uit je nek te lullen. Stop met praten. Dat is niet waar, wat dat je te zeggen hebt. Omdat we dat niet durven, want dat is dan onbeleefd. En oh, durf je? En dat is onvriendelijk. En hoe durf je zo tegen mij te praten? Op basis van, omwille van al die herinneringen die wij hebben van hoe onze ouders met ons zijn omgegaan. Dus, en hierbij wil ik toch wel het belang van het Destiny Eye Process aantonen. En omwille van bijvoorbeeld gewoon dit hele concept van vriendelijkheid en beleefdheid dat ik bijvoorbeeld heb ondervonden en ontdekt aan mijn eigen leven, door middel van het toepassen van zelfvergeving doorheen het parcours van het Destiny Eye Process, waarin ik dus leer kijken naar mezelf, leer kijken naar de realiteit en leer in mezelf kijken en eigenlijk niet meer zomaar dingen aannemen zoals ze mij gepresenteerd zijn geweest, maar eigenlijk echt wel mezelf onderzoeken en eerlijk zijn met mezelf en echt wel kijken naar wat is er nu eigenlijk echt aan de hand in de realiteit, in mezelf,
als eigenlijk al die dingen, al die concepten zoals vriendelijkheid en beleefdheid bijvoorbeeld, die ik altijd zomaar heb aangenomen als de waarheid, zonder ooit stil te staan bij wat er eigenlijk achter ligt. Allemaal eigenlijk op basis van angst, allemaal gewoon op basis van de angst om gestraft te worden enzovoort. Dus bij deze is Destiny, de Destiny website op destiny.org zeker de moeite waard om te onderzoeken en vooral zelfvergeving als een enorm handige iets dat je kunt gebruiken in het proces van zelfontdekking, zelfrealisatie. En ik spreek uit zelfervaring. Het is echt heel cool, heel handig. Oké. Dank u.